De Islamic Development Bank zal de financiering van het Academisch Medisch Centrum, AMCSU, beëindigen. Dat heeft de bankinstelling per brief aan Financiënminister Gilmore Hoefdraad meegedeeld. De bank heeft namelijk geconstateerd dat er is afgeweken van het oorspronkelijke ontwerp, hetgeen tegen de afspraken is die met de bank zijn gemaakt. Minister Hoefdraad heeft zich fel hierover uitgelaten. Volgens de bewindsman moeten er koppen rollen. De fractieleider van de NPS in de Nationale Assemblée, Gregory Rusland, vindt het triest dat dit heeft kunnen gebeuren. Volgens Rusland zijn er zoveel problemen in de gezondheidszorg en dit was een van de weinige lichtpunten. En zoals we steeds zeggen, banken zijn geen bakoverwinkels. Het is serious business. En je zult ervoor moeten zorgen dat wanneer je afspraken hebt met zo'n bank, dat je ook die afspraken nakomt. We hebben gezien dat dus er afspraken zijn gemaakt. De regering, zoals we hebben begrepen, heeft tot op dit moment zo al een realisatie moeten hebben van 70%. Maar zit op enkele procenten maar. Dat wil zeggen, er is eigenlijk niet veel gedaan. En we hebben gemerkt, dus als we de persberichten mogen geloven, dat de minister van Financiën gevraagd heeft naar maatregelen tegen de instanties die hiervoor verantwoordelijk zouden zijn. Dat is onder andere, heb ik begrepen, het ministerie van Volksgezondheid, dus de minister, waarschijnlijk de minister die vertrokken is. De directie van het ziekenhuis, de PIU, de Project Implementation Unit, onder leiding van de heer Lothar Boksteen. Maar de persoon die hij niet genoemd heeft, is natuurlijk de minister van Financiën, die de directe verantwoordelijke is voor het contact naar de Islamic Development Bank. Die de informatie, de loop van het project in de gaten had moeten houden. Op tijd aan de bel moeten trekken om ervoor te zorgen dat Suriname wel voldoet aan de voorwaarden. Rusland benadrukt dat Suriname ernstig gefaald heeft in deze kwestie. Hij zegt dat het goed zou zijn als de regering het parlement uitgebreid uitlegt wat er precies aan de hand is, zodat niemand kan speculeren. Dan hoor je van ja, vanuit de regering, het is niet waar, het project gaat door, alleen moet het wel anders worden uitgevoerd. Ik kreeg een brief onder ogen gisteren waarbij staat dat Islamic Bank zegt aan de regering, the project is terminated. En dat betekent voor mij beëindigd. Dus nogmaals, laat de regering uitleg geven. Maar wij vinden het bijzonder triest dat onder deze omstandigheden weer blijkt dat die regering niet in staat is om dergelijke projecten te trekken. Tot zover DNA-lid Gregory Rusland. Onze nieuwsdienst heeft geprobeerd een reactie te krijgen van enkele coalitieleden. Die gaven echter aan niet goed op de hoogte te zijn van deze kwestie. Intussen zijn verschillende leden in de openbare DNA-vergadering van vandaag ingegaan op deze materie.